dag bij de Gamer Geeks. Zelda komt wellicht naar Netflix. Bethesda komt met een eigen E3 persconferentie. En BioWare cancelt een ambitieus project. Dit is het Gamer Geek nieuws van vrijdag 13 februari 2015. Nintendo en Netflix zijn bezig om een televisieserie te ontwikkelen rondom The Legend of Zelda. Volgens de Wall Street Reporter zouden beide partijen in gesprek met elkaar zijn en er zijn brainstorm-sessies gaande. Met andere woorden, het project is in een vroeg stadium van ontwikkeling. Het enige wat hier bekend over zou zijn is dat het een live-action serie zou worden. Dus geen cartoon of CG, althans ze hadden wel bij betrokken zijn, maar vooral echte acteurs voor een echte camera. Zoals je nieuwslezer. Fans speculeren al meer dan een week over wat deze serie zou kunnen zijn. Gaat het over de Ocarina of Time? Gaat het passen in de officiële Zelda timeline? Gaat Link praten? Well, excuse me, kijkers. Voor hetzelfde geld gaat deze serie er nooit komen, aangezien het nog in een vroeg stadium is en alleen maar gesprekken. Iedereen kan ideeën rondgooien, toch? Maar als het doorgaat, dan zal het niet de eerste keer zijn dat de Legend of Zelda franchise op de buis te zien is. Eind jaren 80 was er ook al een kortdurende cartoonserie over deze games. Wat vind jij? Is het goed dat er zo'n dergelijke televisieserie komt? En zo ja, wat wil je erin zien? Laat het weten in de comments. Bethesda heeft aangekondigd dat zij voor de E3 een eigen persconferentie gaan houden dit jaar. Dit zal de eerste keer worden voor deze uitgever dat ze zoiets dergelijks doen. Persconferenties zijn altijd een groot highlight van de E3. Deze vinden zich vaak plaats voor het daadwerkelijke event, zodat iedereen alvast al het nieuws bij elkaar kan schrapen. Dat ze dus een uur tot anderhalf uur van jouw tijd willen hebben om naar hun te luisteren, betekent dus dat ze veel belangrijke dingen aan te kondigen hebben. Hopelijk. Wolfenstein The New Order, The Elder Scrolls Online en The Evil Within zijn onder andere titels die Bethesda het afgelopen jaar heeft uitgebracht. Daarnaast zijn ze ook nog de eigenaar van id Software, een developer die bekend staat om vele populaire en revolutionaire first-person shooters. De persconferentie zal op zondag 14 juni gehouden worden. Hiermee zijn ze de eerste E3 persconferentie van dit jaar. En mocht je niet tot de krimmele krimbel horen van de gaming pers, ik helaas ook niet, dan kan je gewoon live meekijken via Twitch. En ja, wat gaan ze nou eigenlijk aankondigen? Ik zeg natuurlijk, de nieuwe Doom is al aangekondigd. Is al een paar mensen getoond. Nu gaan we het allemaal meemaken. En, waarom ook niet, Fallout 4. Het wordt tijd, mensen. Die shit is fucking awesome. BioWare heeft Shadow Realms geannuleerd. Dit was een ambitieuze asymmetrische multiplayer game waarin 4 spelers door een dungeon moesten gaan terwijl ze geteisterd werden door een 5e speler. Inderdaad, dit is een concept die erg lijkt op het 4-versus-1 principe van Evolve. De 5e speler, de Dungeon Master, kon onder andere traps neerplaatsen en bepaalde enemies overnemen om zo mee te doen in het gevecht. De game werd aangekondigd op de EA-persconferentie van afgelopen Gamescom. De game was ook speelbaar in een vroege alpha-status en was, als je het aan mij vraagt, fucking low! Maar helaas, BioWare gooit de handdoek in de ring. Ze hebben gezegd dat ze zich eerder willen focussen op hun bestaande franchises zoals Dragon Age, Mass Effect en Star Wars The Old Republic. Maar dat betekent niet dat ze alleen maar bij hun leest blijven. Ze zijn namelijk wel bezig met een nieuwe IP, oftewel een nieuwe franchise, nieuwe serie. Maar welke dat is? Onbekend. Ik blijf het fucking zonde vinden. Denk ik eindelijk een exclusieve game op Gamescom gespeeld te hebben die de shit gaat worden? Nee, zo de prullenbak in. Motherfuckers. Tot zover deze editie van het Gamer Geek Nieuws. Heb jij vragen, opmerkingen of nieuwstips? Laat dan een comment achter of stuur een mailtje naar redactie@gamergeeks.nl. Like deze video, abonneer op ons YouTube kanaal en vergeet niet naar onze website toe te gaan www.gamergeeks.nl met elke week nieuwe reviews en een nieuwe fuck the what en natuurlijk het Gamer Geek Nieuws. Tot de volgende keer voor weer een nieuwe editie van het Gamer Geek Nieuws.